Iets wat ik heel graag doe is opruimen en ontspullen. Ik word er heel erg rustig van in mijn hoofd. Want ik zeg ook wel eens, een opgeruimd huis is ook een opgeruimd hoofd. Het is niet zo lang geleden dat ik een declutter moment heb gehad. Ik heb hier namelijk ook al een video over gemaakt. Maar ik moet zeggen dat ik dit graag eens in de zoveel tijd doe. Ik zie het ook echt als een therapeutisch moment. Ik heb niet iedere keer een doel dat ik een x aantal spullen weg wil doen. Het is meer dat ik gewoon door al mijn spullen heen wil gaan. Er kritisch naar wil gaan kijken. En dan bepaal of ik het wel of niet wil houden. Dus dat heb ik de afgelopen maand ook gedaan. Ik heb het verspreid over verschillende momenten. Ik doe het niet in één keer. Ik merk dat dat niet heel erg voor mij werkt. Wat wel voor mij werkt is gewoon om elke keer een plekje in het huis erbij te pakken. Dat uit te gaan spitten en dan een selectie te maken van de spullen. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb deze video verdeeld onder verschillende categorieën. En ik ga per categorie laten zien welke items ik wegdoe en waarom. En de meest voorkomende redenen waarom ik spullen wegdoe is 1. Ik gebruik het simpelweg niet. 2. Ik ben het bestaan ervan gewoon compleet vergeten, waardoor ik het dan nooit gebruik. 3. Het is tijd om van het item afscheid te nemen omdat het oud is, stuk, etcetera, etcetera. En soms heb ik dingen gewoon zo lang in bezit dat ik denk, weet je, het heeft zijn tijd gehad. Ik kan er afscheid van gaan nemen. En sommige dingen gaan gewoon de prullenbak in. En er zijn genoeg dingen die gewoon nog mooi in staat zijn. Die geef ik weg, doneer ik, maak ik iemand anders mee blij. Dus het is niet zo wanneer ik aan het ontspullen ben dat alles regelrecht direct de prullenbak ingaat. Voor sommige dingen geldt dat wel, maar niet voor alles. Laten we beginnen met de badkamer. En in de badkamer hebben we een kast staan, een ladenkast om precies te zijn. En daar heb ik mijn make-up, beauty, verzorgingsproducten in liggen. En mijn doel is om eigenlijk alleen producten in bezit te hebben die ik op dagelijkse basis of op bijna dagelijkse basis gebruik. Ik kan ook heel goed dingen bewaren en vervolgens nooit aanraken. 1. Omdat ik het zonde vind of 2. Omdat ik het gewoon vergeet. En dat vergeten is gewoon puur omdat het dan niet in mijn routine zit. Dus ik ben heel kritisch gaan kijken naar de spullen of ik het daadwerkelijk wel of niet gebruik. Oké, als eerst hebben we een toilettas. Ik heb 20.000 toilettassen. Nou ja, geen 20.000, maar wel heel veel en zoveel heb je niet nodig. En hier zat niks in. Had ook niet echt een doel. Dan had ik ooit iets gekocht waarvan ik dacht dat ik er gebruik van zou maken. Maar nee, dit waren van die kleine scheermesjes. Kan je gebruiken voor je wenkbrauwen. Of om een beetje gezichtshaar weg te halen. Maar ik heb ook een elektrisch apparaat. Hetzelfde doet of iets soortgelijks. Dus daar maak ik meer gebruik van. En dit werkt eigenlijk voor geen ene meter bij mij. Dus dat gaat ook weg. Dan gaan we naar mijn make-up stash. Ik had laatst nieuwe kwasten gehaald. En ik ben dan weer een persoon die geen afscheid kan nemen van mijn huidige producten. Terwijl ze wel gewoon weg moeten. Want heel veel van deze kwasten vielen gewoon uit elkaar. Heel veel haren vielen eruit. En ik vond het toch niet heel erg fijn. Dus ik heb afscheid genomen van 2 make-up kwasten. Dan ook nog een haarstyling mousse. Ik merk dat ik dit nooit gebruik. Ik heb dit product echt al meer dan een jaar. En verzorging en beautyproducten kunnen over datum gaan. Alleen dat negeer ik vaak. Maar ik dacht, weet je, hij is al oud. Deze kan gewoon weg. Dan, over oud gesproken, deze tandenborstel. We hadden namelijk een nieuwe elektrische tandenborstel aangeschaft. Dus deze gaat de prullenbak in. Huis en tijd gehad. Ik heb er echt jaren mee gedaan. Dan was er iets op. Telt dit mee als die cluttering? Denk het wel. Deze face wash vond ik zo fijn. En die had ik volgens mij in Spanje gekocht. Maar ja, er kwam gewoon niks meer uit. En ik moest eraan gaan geloven dat het tijd was om de verpakking weg te doen. Dan deze pimpelpatches. Dit waren hele goedkope die niet werkten. En dit is ook wel weer een bericht naar mezelf toe. Van koop geen shit die niet werken. Vaak is goedkoop ook duurkoop. En dit kostte maar iets van een euro. Maar het doet echt niet zijn werk. Dus dan kan je beter investeren. Je geld uitgeven aan iets wat wel werkt. In plaats van dat je elke keer weer spullen koopt. Die uiteindelijk toch al de prullenbak in belanden. Dus dat is hartstikke zonde. Dan hebben we hier van die make-up steentjes die je op je gezicht of op je nagels kan plakken. Ik merkte dat ik dit toch niet gebruikte. Ik had het al best wel lang. Ik heb het maar 1 keer gebruikt. Dus hier heb ik afscheid van genomen. Dan nog een haarproduct, namelijk een hair curl cream.
vond het niet zo'n fijn product. Het was op zich oké, maar mijn haar werd er gewoon heel vet van. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar ik vond het gewoon niet fijn werken. Dus dat ging weg met een aantal elastiekjes die gewoon niet lekker in mijn haar zaten. Dan had ik afscheid genomen van een lippenbalsem die gewoon zo goed als op was. Dan gaan we door naar een ander deel van de woning. Dit is nog steeds wel beauty en verzorging gerelateerd, maar meer mijn beauty voorraad. In deze mand bewaar ik allemaal spullen die ik in de nabije toekomst wil gaan gebruiken. Of spullen die ik opgestuurd heb gekregen van bedrijven. Maar eens in de zoveel tijd vind ik het wel lekker om hier doorheen te gaan. Om te kijken wat ik nou daadwerkelijk in die mand heb liggen. Dus ik heb een kleine selectie gemaakt van producten die ik binnenkort echt wil gaan gebruiken. En een aantal producten gebruik ik toch niet zo vaak of niet zo vaak meer. En die geef ik weg. Dan gaan we door naar mijn kledingkast. En dit is mijn favoriete plek in het huis om te opruimen, te organiseren, te declutteren. Ik kies er bewust voor om niet heel veel opbergruimte te hebben voor mijn kleding. Dit doe ik zodat ik mijn garderobe kan minimaliseren. Of zo minimalistisch mogelijk kan houden. Want als ik... We hebben de ruimte in mijn huis om meerdere kasten, opbergsystemen te creëren. Zelfs onder het bed bijvoorbeeld. Maar dat doen we niet. Want ik wil niet onwijs veel kleding hebben. Aan de ene kant vind ik het fijn om een goede garderobe te hebben. Maar ik wil liever items hebben die ik daadwerkelijk leuk vind. Vaak draag dan dat ik een voorraad aan kleding heb. En dat ik uiteindelijk kledingstukken maar één keer draag. Dat komt overigens wel eens voor. Maar dat vind ik gewoon zonde. Maar ik heb ook kledingstukken in mijn kast hangen die ik al jaren heb. En die ik elke week wel eens draag. En naast dat zit ik ook echt in een overgangsfase van mijn kledingstijl. Want ondanks dat ik bepaalde kledingstukken al jarenlang draag en ook heel erg fijn vind, zit ik wel in die transitie van een nieuwe Sabrina. Want kledingstukken associeer ik ook heel erg met herinneringen en het verleden. En als ik een bepaald kledingstuk pak of aan heb, denk ik heel erg aan een bepaalde versie van mezelf. En soms wil ik daar gewoon niet te veel mee bezig zijn. Dus eens in de zoveel tijd, bijna wel wekelijks, ga ik door mijn kledingkast heen en kijk ik of ik nog alles wil hebben. Ik heb sportkleding weggedaan. Deze sportkleding heb ik ook echt al een aantal jaar en zijn gewoon uitgedragen. Ik vond het moeilijk om hier afscheid van te nemen, maar ze zagen er gewoon niet meer mooi uit op mijn lichaam. Dan dit shirtje. Ik vind hem op zich oké, maar het stofje staat me niet heel erg aan. Ik heb hem een aantal keer aangehaald, maar het is toch niet mijn ding. Dus die gaat weg. En heel vaak met kleding geef ik weg. Geef ik bijvoorbeeld aan mijn moeder. Dat is mijn donatiepunt. Of ik doe het, of ik doneer het gewoon. Dan deze bralette. Die ik helaas niet meer pas. Ik vind hem wel zo leuk, maar ik pas hem gewoon niet meer. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Dan een lange mouw t-shirt die ik uiteindelijk niet echt aan heb gehad. Omdat ik me er toch niet helemaal goed in voelde. En een top. En deze top heb ik ook al een tijdje. Maar het is niet helemaal mijn ding. Ik vind de kleur heel leuk, het model heel leuk. Maar het is niet Sabrina. En soms moet ik dat gewoon accepteren. Wat ik overigens ook moeilijk vind. Want vaak vind ik kledingstukken wel leuk. Maar het past dan gewoon niet bij mij. En dan moet ik het ook gewoon los kunnen laten. Dan heb ik een jurkje weggedaan. Deze heb ik ook al een aantal jaartjes. Ik ben er gewoon uitgegroeid qua smaak. Ik pas hem nog gewoon, maar het is niet meer echt mijn ding. Dan heb ik met pijn in mijn hart een sporttopje weggedaan. Ik vind hem zo leuk en het is ook echt een van mijn favoriete merken. Alleen hij zat gewoon toch niet zo lekker. Hij zat gewoon een beetje aan de strakke kant. Dus ik heb hem aan een vriendinnetje gegeven. Dan heb ik mijn broek weggedaan die ook niet helemaal mooi meer zat. En dan heb ik een jurkje weggedaan. Ik had hem voor een bruiloft gekocht. Daar paste die echt perfect bij. Maar ik associeer hem dan met die bruiloft. En dan draag ik hem ook niet meer op dagelijkse basis. Dus ik heb er afscheid van genomen. En voor de rest heb ik nog een aantal andere kledingstukken weggedaan. Die ik toch niet helemaal top vond zitten. Ook wat accessoires zoals dit petje. Love dit petje. Ik heb hem heel vaak opgehad. Maar ik merk sinds dat ik nu een hond heb dat ik
minder zwarte items in huis wil hebben. Want hij zat helemaal onder de hondenharen. En dat vind ik niet heel erg praktisch. Dus ik wil daar wel rekening mee houden. Vandaar dat het ook tijd was om afscheid te nemen van dit petje. En ik heb hem ook echt al jaren. Dan moest ik helaas ook afscheid nemen van deze zwarte dress. Soms vind ik het echt moeilijk om afscheid te nemen van items. Omdat ik het nog daadwerkelijk leuk vind. Maar hier zat een vlek in die er gewoon niet meer uit ging. En ik dacht, ah, hey, oké. Maar hij heeft zijn tijd gehad en ik heb hem ook heel vaak gehad, dus het is oké. Dan gaan we door naar de sieraden. Ik moet zeggen, mijn collectie is redelijk minimalistisch. Maar ik heb hier en daar nog wel wat oudere sieraden liggen die of verkleurd zijn of die ik echt nooit meer gebruik. Dus hier heb ik ook een kleine selectie van weggedaan. En daarnaast had ik ook nog een sieradenhouder. Ik had hem uiteindelijk niet voor mijn sieraden gebruikt, maar voor mijn tassen. Maar nu heb ik een andere opbergconstructie voor mijn tassen. Dus dit is niet meer nodig. Dus die heeft ook een andere thuis gekregen. En dan gaan we door naar de keuken. Ik ging onze bestek laden, opruimen, schoonmaken en uitkiezen. En ons bestek was nodig toe aan vervanging. Toen we gingen verhuizen hadden we gewoon voor de time being goedkoop bestek gekocht. Maar dat verkleurde enorm. Ik ben een persoon die nooit met de hand was en gewoon alles in de vaatwasser gooit. En dat is niet altijd even verstandig, want dan verkleuren dingen snel. Dus ik had een selectie gemaakt van alle bestek en er gaat best wel een groot deel weg. Dus dat is ook weer helemaal opgeruimd. Dan deze mini blender. Leuk ding. Eventjes gebruikt. Ook heel handig. Maar ik merk dat ik het niet gebruik. Het is ideaal voor als je heel vaak on the go een smoothie of zo mee wil nemen of wil maken. Maar voor mij is dat niet van toepassing, dus ik gebruik hem niet. Dus ik heb die weggedaan. En dan heb ik ook nog een selectie gemaakt van een aantal glazen en bekers die ook weg konden. Dan gaan we door naar ons koffiehoekje en daar hebben we een kast staan met onder andere mokken, materiaal voor koffie, bekers, etcetera, etcetera. En het is redelijk georganiseerd daar, maar hier en daar zitten er nog wat spulletjes in die eigenlijk gewoon weg kunnen. Dan gaan we door naar de categorie hond, want onze hond heeft heel veel spullen, met name heel veel speelgoed. En het werd tijd om hier een selectie van te maken, want sommige speeltjes waren al zo goed als stuk. Maar ik vond het dan nog wel lastig om er afscheid van te nemen. Maar uiteindelijk moet ik toch wel een beetje kritisch zijn. En dit zijn de speeltjes die uiteindelijk weggaan. Dan hebben we ook nog een categorie overig. Onder deze categorie heb ik gewoon verschillende dingen bij elkaar verzameld. Als allereerst heb ik de spulletjes in mijn bureaulades uitgezocht. Dit was al best wel georganiseerd. Maar ik kwam erachter dat ik toch een aantal pennen had die ik niet meer gebruikte / leeg waren. Dus die gingen weg. En dan kwam ik erachter dat ik enorm veel essential oils heb voor mijn aroma diffuser. Ik heb niet zoveel nodig. En soms denk ik, oh, en dan wissel ik die geuren af. Maar ik merk gewoon dat ik elke keer dezelfde geuren pak. Dus ik heb een selectie hiervan gemaakt. En de geuren die ik niet gebruik, die geef ik weg aan mensen die ook een diffuser hebben. Dan heb ik afscheid genomen voor mijn laptop. Hoes of mijn laptop cover. Ik had mijn hoes vervangen en dacht met deze, weet je, hij is toch vies, kapot. Hij kan wel weg. Dan had ik ook nog een telefoonhoesje die wegging. Hij was zo smerig en niet meer schoon te krijgen. Hij was echt heel licht beige, maar hij werd gewoon grijs, viezig. En nee, tijd om weg te doen. Dan hebben we een planner. En ik heb een obsessie voor plannen. Ik vind het leuk om alles te noteren, maar het is een stuk papier, maar ik merkte gewoon dat ik het niet gebruikte. Ik vind het heel fijn om wel een beetje te meal preppen, maar ik doe alles digitaal. Soms doe ik het fysiek wel op een papier.
papiertje. Mijn meal prep en boodschappenlijstje maak ik digitaal, omdat ik dat eigenlijk samen met mijn vriend doe. En dit kan ook wel fysiek, maar ik vergeet het gewoon te noteren. En mijn telefoon heb ik altijd bij de hand, dus dat werkt voor mij vele malen beter. Zonde van de aankoop, maar ja, als je het niet gebruikt, ga je het gewoon echt doen. Dan heb ik een aantal flessen weggedaan. En hierin zat eigenlijk wasmiddel. Want dat had ik overgegoten. Ik vond dat er veel leuker uitzien dan die lelijke wasmiddelpakken. Maar we zijn overgestapt naar ander soort wasmiddel. Namelijk van die wasstrips. Dus dan heb je dit niet nodig. En het was ook heel erg vies. En gebruikte het al best wel lang. Dus deze drie flessen zijn overbodig nu en gaan weg. Dan hebben we ook hier een prullenbakje waar we ook geen gebruik van maken. Die gaat ook weg. En als laatste deze handventilator. Ik heb er meerdere. Waarom zou je meerdere nodig hebben terwijl je al er eentje hebt? En als je het zo allemaal bekijkt, heb ik aardig wat items weggedaan. Al heb ik niet echt het gevoel dat die items weg zijn, want ik mis het niet. Het zijn allemaal van die kleine prulletjes die uiteindelijk toch wel ruimte in beslag nemen. Maar ja, ik ben blij dat ik weer een opruimsessie heb gehad. En zoals ik al eerder zei, zal dit vaker in het jaar voorkomen. Want ik vind het gewoon lekker om door mijn spullen heen te gaan. En ik ben ook wel benieuwd of jij een bepaalde plan van aanpak hebt wanneer je je huis gaat ontspullen of gaat opruimen. Misschien ben jij een persoon die alles in één keer doet. Dat je er echt een dag voor neemt. Of meerdere dagen. Of verspreid je het ook over verschillende momenten. Laat het vooral hieronder in de reacties weten. En ja, dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!